Dus we gaan weer even een beetje oefenen met deze boefjes. En ik ga zo op Femke rijden. Ze is natuurlijk aan het herstellen van hoefbevangenheid. En Tiomi is er en we gaan mennen met Tasha. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik zit buiten, Sokkie zit er doorheen te praten, daar zijn de paardjes. Maar wat ga ik vandaag doen? De ponies vinden water heel erg eng. Dus ik heb net de waterslang gepakt. En ik was vorige week ook al een beetje aan het oefenen. Die beelden zien jullie hier overheen. En nu, ze zijn best wel aan het zweten. Dus ik wil ze eigenlijk wel even lekker afspuiten. Maar ze vinden het een beetje spannend. Dus we gaan weer even een beetje oefenen met deze boefjes. Kijk, ze heeft hier een beetje zweet en bij de oksels en zo. Dus ik ga oefenen en ik neem jullie mee vandaag. En ook nog wat leuks is dat ik ben naar Friesland gereden eergisteren, vrijdag. En toen heb ik een marathonhindernis gekocht. Die staat nu hier. Het zijn 20 tonnen met gaten erin. En hier hebben we PVC-buizen. Dan kan je zo'n mooie hindernis ervan maken. Dan kan dat straks bij Lotte bij de boerderij staan. Dan kunnen we oefenen en dan kan ik Tas ook meenemen om te gaan oefenen. Maar dan moeten we eerst nog even wat meer gaan mennen. Dus ik ga nu... iemand die is... aan het rollen. Die denkt als ik vies word dan hoef ik misschien niet. Dus ik ga jullie even neerzetten. Dan ga ik een pony pakken. En dan ga ik afspuiten. En dan misschien doe ik in voice-over. Doe ik er over wat ik precies aan het doen ben. Alle druk komt erop en dan moet je een tijdje en dan moet de druk weer lager. Hier. Ik weet niet hoeveel er nou precies op staat eigenlijk, maar ik heb eerst even de manen geknipt van Wiki. Die staat daar. En Tas staat nu hier. Nu gaan we daar watertraining mee doen. Ik ging net even met ze rennen in het weiland. Toen dacht Tasja, nee, Lara is van mij. Dus die peukte Wiki even weg, terwijl ik eigenlijk met hem aan het spelen was. En toen heb ik haar meegenomen. Nu moet ze onder de slang.
Zo, ze zijn allebei lekker afgespoten. Het ging erg goed. We zijn er nog niet, maar we komen er wel. Ze stonden allebei stil terwijl we aan het spuiten waren. Dus dat is super goed. Ik ga nu de poetstas opruimen. En dan ga ik hun eten pakken. Dan ga ik hooi bij vullen. En dan de schaapjes eten geven. En dan ga ik snel voetbal kijken. Ik zie jullie denk ik morgen. Dan ga ik weer naar Femke, Bastiaan, Jero en Don. En dan ga ik Femke longeren. Die was hoefbevangen. Bastiaan is nog steeds hoefbevangen. En Femke zijn we nu weer aan het opbouwen. Dus dan neem ik jullie morgen ook nog mee. Hallo allemaal, ik ben op stal bij Don, Jero, Bastiaan en Femke. En ik ga zo op Femke rijden. Dus ik ga de bearpack pet pakken, single, cap. Ik heb ook een nieuwe cap. Dezelfde als Lotte, zodat we matchen met de wedstrijden. En ik had een nieuwe cap ook eigenlijk nodig hoor. Dus helemaal met glitter en met mooi donkerblauw. Daar is heel blij mee. Dus die ga ik opdoen. Dan pak ik mijn spullen. Dan ga ik met Femke rijden. En ik neem camera, GoPro doe ik op. En ik neem de camera mee. Ik heb net heel wat dingen gedaan, maar ik denk ik ga jullie even bijpraten in de wei bij Don en Jero. Die staan achter me. Jeertje en Donnie. En nou, het rijden met Femke ging heel erg goed, maar ik zal even wat meer uitleg geven over hoe en wat we gaan doen met haar. Ze is natuurlijk aan het herstellen van hoefbevangenheid en we mogen er nu weer gaan trainen, zodat ze hopelijk voor het EK weer helemaal top is. Dat is eind augustus. Het is nu bijna begin juli. En we doen nu om de dag longeren en erop stappen. Dus gisteren heeft Lotte gelongeerd. Dus ik ging vandaag ook weer rijden. Nou, dat ging erg goed. Ongeveer 5 tot 10 minuutjes moet dat dan. Ik heb ook weer geoefend met het stilstaan. Daarna heb ik Bas nog eventjes medicijnen gegeven en met hem even gestapt. Hij loopt wat minder weer op het harde helaas. Dus dat is jammer. We hebben niet deze week, maar volgende week heeft Lotte wedstrijd. En toen ben ik even overgeschakeld naar mijn mobiel, want mijn camera batterij viel uit. En ik heb dus van die... En Donnie is trouwens hier zo even komen kijken bij me. Daar mag je niet van eten, want die zijn giftig voor je. Daar ga ik zo ook nog wat over vertellen. Maar daar is je hier. Lotte heeft volgende week dus wedstrijd in Oorschot. Ik kan deze niet makkelijk neerzetten, dus dat is lastig. Dus ik moet hem even met mijn arm vasthouden. Die gaan we dan ook weer met Jero rijden. Dat is voor Lotte goede oefening en zo. En ik ging dus net het weiland uitmesten. En toen kwam ik helaas dus Jacobs kruiskruid en klein kruiskruid tegen. Dus die heb ik weggehaald, maar het is jammer dat dat hier stond. Gelukkig was het één Jacobs kruiskruid en wel meerdere klein kruiskruid. En er staat dus ook nog wat anders. En dat ziet er... Oh, nu pak ik weer niet de goede die ik wilde. Dat ziet er zo uit. En Plantnet zei dat dat... was raapzaad of koolzaad.
Eén van die twee. En dat komt dus uit dezelfde familie als Jacobs kruiskruid en Klein kruiskruid. Dus ik ga nog even uitzoeken of dat echt heel giftig is of niet. Want anders moet ik dat ook allemaal weg gaan halen. En nu komt Jeertje. Kijk jullie uit. Hé hey, jongen. Hi. Hey. Ze staan lekker te chillen. Lekker in de wei. Lekker 24-7 in de wei. En Bastiaan en Femke die staan nu ook in hun paddock. Dus die is twee keer zo groot nu. Met schelstal. Want die mogen natuurlijk niet op het gras vanwege de hoefbevangenheid. Ik ga zo naar huis toe. Even mest wegbrengen en kijken waar ik die planten neerzet. Het ziet er trouwens niet uit alsof ze van dat koolraapzaad eten. Dus voor nu laat ik het nog eventjes staan. Want het is best wel veel. Dus dan ben ik wel even bezig. Dus dat ga ik zo snel mogelijk uitzoeken. En dat zien jullie in deze vlog dan ook nog wel. Ik ga nu alles opruimen. En dan ga ik naar huis. En dan nog even bij mijn eigen paardjes. Die had ik al wat hooi gegeven. Maar die moeten nog meer voor de nacht. En nog even mesten. Dus ik zie jullie, denk ik, straks thuis. Ik ben weer op stal, zoals jullie zien. Ik heb uiteindelijk gisteren nog wel gemest en zo bij de ponies. Maar mijn mobiel is leeg en mijn camera is natuurlijk ook. Uiteindelijk ben ik nu weer met mijn vlogcamera aan het vloggen. Ik deed dat eerst, nou ja, eerst met deze. Toen kreeg ik een nieuwe spiegelreflex. Toen ben ik daarmee gaan vloggen. Maar ik was vandaag vergeten de batterijen op te laden. Dus nu heb ik weer mijn vlogcamera. Het is een Lumix, ik weet niet, maar minder kwaliteit beeld in ieder geval. Maar ik heb hier een pak medicijnen. Dan ga ik eventjes Bastiaanse medicijnen klaarmaken. Die krijgen nog steeds natuurlijk medicijnen voor hoefbevangenheid. En ik zal jullie even meenemen. Ik had ook even gevraagd hoeveel, want ze krijgen ook weer kracht voor hoeveel ze krijgen. Dat krijg ik net weer binnen. Hand muesli, halfhand balancer, halfhand lucerne, beker kleefkruid, beker kamille en een schep duivelsklauw. Okay. Oh, en een schep glucobinus. Dat komt goed. Ik ga nu in ieder geval eerst die medicijnen doen. Ik heb hier medicijnen klaargelegd, ook handschoen en een potje, want Don die heeft last van mok. Dus die heeft mokcrème nodig, dus dat ga ik straks opsmeren. Ik ben nu voer aan het klaarmaken, dit is voor Don Hero en dat is straks voor Femke en Bastiaan. Hier staan alle spullen, dus dat maar even doen. Staat daar nu ook klaar. Ik ga nu longeerspullen pakken. Want dan ga ik Femke longeeren vandaag. 15 minuten met stap en draf. Want dat is het opbouwschema. Gaat morgen Lotte er weer op. En zo om de beurt het longeeren en erop. Totdat we straks ook weer erop mogen draven. En uiteindelijk ze weer voor de kar mag. Ik weet niet of jullie me hier goed kunnen horen, maar ik ben nu bij Femi en Bas. Bas heb ik net spuit gegeven en ze hebben nu allebei eten. Jullie hebben gezien dat ik had gelongeerd, ging eigenlijk wel goed. Alleen net op terugweg liep ze
leek wel iets gevoelig, maar ja, het valt mee. Nu, ze is lekker aan het eten en dan ga ik straks nog naar het weiland, naar Don Hierro. Hier nog even uitmesten. En dan hun voeren en Don zijn mok insmeren. En dan ben ik alweer klaar, dus dan kan ik naar huis. Ik sta nu bij Don Hierro, die zijn aan het eten. Daar Donnie en hier Jeertje. Ze zien er ook weer lekker uit. Maar dat krijg je als je 24/7 buiten staat. En zij gelukkig, dus dat is fijn. Ik heb net Donse achterbenen behandeld met mokcreme. En de kruiwagen staat nu klaar om te mesten. En gisteren was ik hier natuurlijk en liet ik jullie allemaal, vertelde ik jullie over de plantjes. Eigenaren hebben alles weggehaald, gemaaid en dat weggehaald. Dus hoef ik het niet met de hand eruit te trekken. Dus dat is heel fijn. Ze vonden het fijn dat ik mee keek en het doorgeefde. Dus dat is mooi. Een paar zijn bijna klaar met eten, dan kan ik gaan mesten. Want er komt nu heel veel wind, want het staat niet gescheld bij Jeertje. En dan kan ik gaan mesten, want anders dan eet ze elkaars voer op. En dat is niet de bedoeling, want ze krijgen niet allebei hetzelfde. Ik heb uitgemest, was een halve kruiwagen. En ik sta nu met Jeertje, ben ik even het water aan het bijvullen. Hij is lekker aan het drinken. Altijd lekker vers water. Dan ga ik zo mest bij de mesthoop brengen. En dan ga ik richting huis. Dan Tasje en Wik nog eten geven. En dan zit mijn paardendagje voor vandaag er alweer op. Gaat hij weer. Doei hier. Dus ik zie jullie misschien thuis nog wel. Hallo allemaal, het is woensdag en Tiomi is er. En we gaan mennen met Tasja. Ik doe zo de GoPro op. En Tiomi is al aan het optuigen daar. En we hebben een nieuw bit voor haar. Dus een liftkoststang met hele mooie regenboogkleurtjes. Die gaan we nu dus voor het eerst uittesten. Ik ga de caps pakken, doe de GoPro op en dan gaan we een rondje rijden. Dus over naar de GoPro beelden. Het is ook echt weer donker aan het worden, maar het is ondertussen ook al 9:30 of zo, denk ik. 9:45 zelfs. Dus, ik moet nog even mijn app uitzetten. Mijn Equilab app. Zo. Het ging super goed zoals jullie het zagen. En de allereerste keer dat we geen longeerlijn aan haar hadden gedaan, dus helemaal los. Ik werd op een gegeven moment een beetje druk met auto's, maar dat deed ze ook super goed. Dus dat is super fijn. Tiomi is er nu eten aan te geven. En ik ga nog even de kar wegzetten. Want daar heb ik een nieuw hok voor. Heb ik daar achter Tasje helemaal opgeruimd. Zodat
de kar daar droog kan staan. Oh. We hadden wel voor de zekerheid. Ik krijg hem niet los, maar deze meegenomen. En nou ja, was dus niet nodig. En aan het einde heeft Tiomi ook nog een stukje gemend. Dus dat was erg leuk. En bij deze ga ik dan nu ook deze video vlog afsluiten. Want, nou ja, ik weet niet wat ik morgen en overmorgen ga doen. Dat weet ik nog niet. Morgen moet ik sowieso, want het is mijn laatste week stage. Dus ga ik appeltaart en brownies maken met mijn moeder. Ik weet nog niet wat ik met de paarden ga doen. Dus ik ga jullie dan ook verder niet meenemen. En van het weekend gaan we weer wat leuks doen. Wat heel leuks. Maar dat zien jullie dan volgende week. Of op mijn Insta, die moet je dan even volgen. @filaro. Voor word je wat eerder op de hoogte gehouden dan in mijn video's. Maar in mijn video's zien jullie weer meer ervan. En dan zie ik jullie hier in de volgende video. Doei!